Jongens, vandaag is het tijd voor een iets wat speciale video. Ja, ik weet niet hoe ik het moet zeggen aan jullie. Ik weet niet hoe het is gebeurd. Het moet iets stom geweest zijn, maar... Ik ben mijn pet kwijt. Dus yo, YouTube, Ace Dier met vandaag een nieuwe video. En omdat ik mijn pet, ja, ergens heb gelegd en ik weet niet waar hij is, moet ik dus iets anders op mijn hoofd zetten. Want ja, mijn haar, dat is gewoon... Dus, let's do this. Dus deze video is weer zoiets dat op niks gaat slaan, die gewoon voor de fun is. Maar jongens, Ace is fucking terug met dagelijkse video's. Ik had een weekje nodig om terug een beetje die flow te hebben. En nu ineens zit die flow weer in mijn hoofd en ik heb echt zin om te knallen op YouTube. Mijn hoofd zit vol met ideeën en ik heb alles opgeschreven. Het was een tekening die ik lang geleden had gemaakt van, ja, Acid. Het is een andere kleur, maar oké, ja, pet is pet. Dat is de camera, jongens. Dat is de camera. Naast YouTube heb ik nu ook nog een andere verslaving. Druiven eten. Nu gaan we heel veel druiven eten, let's go. Dit is de laatste druif. Waar is hij? Hier is hij. Het leven van een YouTuber is makkelijk. Je kan gewoon een bueno toveren uit je mond. By the fucking way, ik ga beginnen livestreamen, maar echt, livestreamen. Dan bedoel ik echt, livestreamen. League of Legends, Call of Duty Advanced Warfare, Counter-Strike Global Offense. Allemaal leuke games, jongens, let's go! Iemand op Twitter vraagt, Acid, wie is je favoriete YouTuber? Normaal zou ik zeggen Enzo Knol, omdat ik me meer amuseer met kijken naar Smoor. Moet ik zeggen, Smoor, Smoor is echt de shit. Als jullie meer domme dingen willen zien van mij, ga dan op mijn Instagram checken, Ad van der Gunst Nathan. Daarop zien jullie geodriehoeken, plakband, stilo's, een broodje kaas, een GoPro camera. Dus ik zou zeggen, maak Instagram aan, volg me, like al mijn foto's. Dus jij wil weten hoe je bitches fixt? Ben je daarvoor naar deze video gekomen? Wil je weten hoe je bitches fixt? How to fix bitches met Acid. Jij wil weten hoe je bitches fixt? Ben je hier aan het juiste adres? Want ik ben weliswaar de beste bitches fixer van het hele kabouterbos. Oh, hell no. Er zijn drie belangrijke stappen als je bitches wil fixen. Eerste is, zet altijd je mooiste lach op. Tweede is, zorg dat je haar fucking nice is. Jullie vragen je nu af, hey zitten, hoe doen we dat zo ons haar zo fixen? De dingen die je nodig hebt voor deze make-up tutorial zijn een kam, dit spul, superveel gel en wax, haarlak en twee haardrogers. Dan kan je hieraan beginnen. Ook nog iets erg belangrijk is dit. En dan kan je eraan beginnen. Je neemt dit spul, doet er een beetje voor op je hand. Dan klets je het op je voorhoofd. Dit lokt bitches. Zorg dat het ook een beetje in je haar zit. Dan ga je er goed door met de kam. Dan neem je de haarlak en spuit je goed vol. Neem je dit, spuit je het er ook goed in. Dan neem je één haardroger en blaas je ermee in je haar. Dan heb je haar die in de lucht staat. Ga je er door met een kam. Dan neem je een potje gel. Het is wax, boeien. Goed uitwrijven. En je gaat het doorhalen en goed wrijven door je haar. Dan is je haar helemaal goed om bitches te fixen. Oké, even serieus. Ik weet niet wat die dingen zijn die ik aan mijn haar heb gedaan. Maar mijn haar voelt nu echt aan als een blok beton. Ik spuit normaal gewoon lak in mijn haar. Maar nu heb ik daar drie soorten gel, wax en alles door gedaan. Ook gezichtzalf of zo. Dus ik denk dat mijn haar fucked up is. Ik heb gedoucht en het is nog altijd even fucked up. Het is wel een beetje slapper en zo, maar ik voel dat er nog altijd fucking veel wax in zit. Kijk, nu legt het plat en zie je dat het nat is? Let op. Godverdomme. Oké, dus zo fix je bitches. Bedankt om te kijken naar deze video. Vond jij het nou leuk? Heb jij hierdoor echt je bitch kunnen fixen? Druk dan op het duimpje omhoog. Ik ben Ace en ik zeg, vond jij het leuk? Ja, dan vond jij het inderdaad leuk. En ik ben Ace en ik zeg, ja, allee, ja, tot morgen. Joe.